Welkom bij de cursus Digitale Beeldbewerking 1. Deze cursus wordt gegeven bij de ACC in West End in Amstelveen. Tijdens deze cursus werken we met Adobe Photoshop Elements 12. Verder wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Ruud Blok. Ik ben de cursusleider. Ik geef deze cursus voor de vierde keer. En zelf fotografeer ik eigenlijk al vanaf mijn 8e jaar. Ik ben begonnen met een boycamera. En ik ben altijd in bezit geweest van een donkere kamer. En ontwikkelde zelf mijn films en drukte zelf af. Zowel in zwart-wit als kleur. Al in 2000, dus nu bijna 14 jaar geleden, ben ik volledig digitaal gegaan. En ik heb 14 jaar Adobe ervaring op verschillende producten. Als we een foto in gaan lezen, vanaf een camera naar een computer, dan kunnen we dat in principe op twee manieren doen. We kunnen de camera aansluiten op de computer. Maar ja, op het moment dat het een laptop is, zoals hier afgebeeld, vind ik dat prima. Heb je daarentegen een desktop, dan heb ik toch enig voorbehoud. Want er kunnen dus toch allerlei spanningen naar die camera toe gaan als die desktop niet goed geaard is. Dus dan heb ik de voorkeur voor een reader. Nou ja, dat is een kastje dat je ook aansluit op USB en op verschillende manieren. Allerlei verschillende soorten kaarten kan inlezen. Photoshop Elements 12. Nou ja, we zijn de cursus ooit gestart met 7. In principe verandert er niet veel. Alleen het interface verandert nog wel eens. Bepaalde dingen zijn wat handiger, andere dingen wat minder handig. In ieder geval, het principe is gelijk. Als je een klein beetje weet wat je in een donkere kamer kan doen, dan weet je ook wat je met een fotobewerkingsprogramma zo'n beetje kan doen. Het programma is in principe verdeeld in twee stukken, in de organizer en de foto editor. En de organizer is toch een belangrijk deel, omdat je daarin alle foto's die je ooit hebt gemaakt opslaat en rubriceert, zodat je ze makkelijk terug kan vinden. De foto-editor werkt op verschillende manieren in deze versie. Dus zoals ik eerder zei, het programma is eigenlijk opgesplitst in twee delen, in de organisatie en de foto-editor. Kijken we naar de organisatie, dan kunnen we mappen van de computer inlezen en deze zichtbaar maken en dus gaan rubriceren. We kunnen werken met zo te zien media, personen, plaatsen en gebeurtenissen. De foto editor daarmee kan je werken op drie manieren en dat is snel. En dat betekent dat je eigenlijk alles automatisch doet. Je drukt op een knopje en je ziet wel wat er van komt. Dat is eigenlijk net zoiets als dat je camera op de automaat staat. In veel gevallen werkt het, in heel veel gevallen ook niet. Dan heb je een optie om de foto te bewerken begeleid met instructies. En dat helpt in sommige gevallen. En op het moment dat je wat bedrevender bent of echt weet wat je wilt doen of kan doen, dan gebruik je het expert systeem. Hier hebben we bijvoorbeeld een voorbeeld van snel. Je drukt hier dus gewoon op automaat en dan regelt hij het voor je. Hij zoekt naar een soort gemiddelde tussen de onderkant die wat donkerder is en de lucht die wat helderder is en laat je dat beeld zien. Met instructies, die instructies staan hiernaast en hiermee kun je dus allerlei dingen doen, verscherpen, vlekken en krassen weghalen, met de niveaus gaan werken. In ieder geval
legio mogelijkheden om deze foto dan nog wat te pimpen. En we hebben ook het zogenaamde expert systeem. En daarmee werken we dus met de tools die hier staan. En dan moet je zo'n beetje weten met wat je wil en wat je kan. En dat gaan we nou juist in deze cursus leren. Voor we daadwerkelijk aan de slag gaan, is het zo dat we dus bij voorkeur een USB-stick bij ons hebben. Ieder ander medium is wat mij betreft ook goed. Maar het gaat mij erom dat we een harddisk of een USB-stick hebben met een hoofddirectory die digitale beeldbewerking 1 heet. Dat die zeg maar 4 andere mappen heeft, waarvan de belangrijkste de werkfolder is. Daar staan de foto's in waar wij mee werken. De testbestanden waarmee we een controle doen van ons beeldscherm en eventueel de printer. En de catalogus, dat is zeg maar om de organisatie een beetje te leren. En dat is het zo'n beetje. Wat zit er in de werkfolder? Nou, dat zijn een aantal foto's en dat zullen er straks ongetwijfeld meer worden. Maar dit zijn er voldoende om mee te beginnen. Deze foto's die staan op het internet in een Dropbox. Die kunnen de cursisten downloaden. Zij krijgen van mij dan ook, inmiddels al een link opgestuurd gekregen. Waarmee ze deze stick in feite kunnen samenstellen. Dit is de catalogus en die bestaat eigenlijk uit allemaal dieren. En die gaan we straks rubriceren op zoogdieren en vogels enzovoorts. En eventueel gaan we daar ook nog een fysieke locatie aan koppelen. Daar bedoel ik mee op aarde waar die foto's gemaakt zijn. Wat is het idee? Dit is een groep van dieren en die is onder te verdelen in deze subgroepen. En zo kunnen we vervolgens nog meer subgroepen maken. Als je denkt aan zoogdieren kun je ook denken aan huisdieren en vogels en watervogels. In ieder geval, je kunt dat helemaal toespitsen. Nou, hier een heel verhaaltje hoe je nou uiteindelijk dus een beeld opent met Photoshop Elements. En ik zou zeggen, we gaan alles doen in deze cursus. En we doen alles om het te leren. We gaan geen uitgebreide theoretische verhalen ophangen. Puur doen en door het te doen leer je het vanzelf.